like a shadow, dark and cold to the touch. You do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Yo, Hassan Samken hier en welkom weer bij een nieuw video en ook welkom bij Call of Duty World War 2. Nu natuurlijk, bij een nieuwe Call of Duty is er altijd wel het probleem van we moeten opnieuw de wapens leren kennen, we moeten opnieuw de mappen leren kennen. We moeten weer volledig in de gameflow komen van het spel zelf. En in deze video ga ik er laten zien hoe je dat kunt makkelijk trainen. Je kunt natuurlijk in de multiplayer direct stappen, maar natuurlijk wordt het dan meteen afgeschoten, omdat er natuurlijk al veel mensen langer deze Call of Duty spelen en zijn er al meer mapkennis in en natuurlijk beter gekend zijn met de wapens zelf. Het is eigenlijk geen groot geheim dat ik er ga vertellen, maar ik ga er een klein truc doen hoe je bij gelijk welke Call of Duty eigenlijk kunt gemakkelijk de mappen leren kennen. En ook de wapens, hoe dan ze aanvoelen, hoe dat je ze kunt gebruiken. En ook een beetje meer de beweging trainen van hoe dat je omgaat in bepaalde mappen en bepaalde situaties waar je kunt in belanden. Nu natuurlijk kun je in de gun range gaan, net zoals dat we hadden in Modern Warfare Remastered. En kun je daar je shot een beetje oefenen. Maar natuurlijk, deze targets zijn natuurlijk wel stellen, ze bewegen niet. En natuurlijk ook de hitbox is natuurlijk veel groter of een effectieve player in multiplayer. Dus ook kunnen we deze toch een beetje trainen, zodat we veel beter kunnen omgaan met de wapens dat we krijgen en ook een beetje meer mapkennis kunnen. We gaan naar een custom match gaan en daarin moeten we bepaalde dingen instellen. We gaan naar mode, we gaan naar team deathmatch. En dan gaan we naar de game rules. In de game rules kun je kiezen van hoe lang dat je wilt spelen. Je kunt het ongelimiteerd zetten en ook je score ongelimiteerd. Maar we gaan het nu voorlopig op 5 minuten zetten en ongelimiteerd. Wat ik meestal doe is een bepaald aantal minuten en toen probeer ik telkens die score te verbeteren van het aantal kills dat ik maak. In de rest van de settings moeten we niet echt gaan. Je kunt natuurlijk wel de health en damage een beetje verzetten naar hardcore. Maar dan train je niet echt uit rechtgevoel. We gaan naar de bots. Vriendelijke bots moet je niet zetten, want dat is natuurlijk jezelf dat je wilt trainen. En bij enemy bots gaan we natuurlijk wel wat bots insteken. Met 5 bots is het zeer rustig. Je kunt wel in situaties geraken waar je dubbel aangevallen bent, maar wij gaan natuurlijk in 10 zetten. En natuurlijk de moeilijkheid zetten we op recruit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we het speltype heel moeilijk gaan maken door de bots op regular te zetten. We gaan ze op recruit zetten, omdat ze natuurlijk gebruikt worden als schietschijf. Voor de map kun je gelijk welke map kiezen. Kies natuurlijk wel een map die je nog niet goed kent, want de bedoeling van heel dit is natuurlijk wel dat je de mappen beter leert kennen. Natuurlijk, als je volledig nieuw bent voor het spel, dan moet je ze allemaal wel een keer overgaan. Bij je soldaat zelf moet je kiezen wat je pakt. Je kiest natuurlijk welk wapen dat je het meeste wilt verbeteren. Ik train meestal op 2 wapens en dat is assault rifles en sniper rifles. Nu natuurlijk wat je zelf wilt trainen, dat kies je volledig zelf. En we gaan een keer in de match gaan. Hè. Nu, wat kun je in deze game mode leren? Wat is de bedoeling eigenlijk van dat je deze doet?
Deze is eigenlijk bedoeld om te zorgen dat je weet hoe dan de mappen eruit zien. En natuurlijk van waar dan de vijanden kunnen komen. En ook hoe dat je in bepaalde situaties jezelf kunt redden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je volledig zo in een hoekje gaat gaan zitten en gewoon zit te wachten totdat de persoon afkomt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je agressief bent en je aanvallen. Je moet jezelf eigenlijk in situaties stellen waar je anders in multiplayer niet zit. Ik heb deze methode al meerdere malen gebruikt in elke Call of Duty dat ik eigenlijk al gespeeld heb voor de mappen te beter leren te kennen. En het heeft mij ook wel vrij geholpen in mijn rechtgevoel. Natuurlijk is de bedoeling dat je de wapens volledig een keer overhoudt, zodat je weet wat dat beste wapen ligt voor jezelf. Natuurlijk kun je deze methode ook gebruiken als je zegt van kijk, ik heb al een weekje niet gespeeld of ik wil mijn gevoel van rechten een beetje bijschaven zonder dat ik eigenlijk in multiplayer moet gaan. Dus hopelijk ieder iets aan had, we weten nu hoe je de mappen beter kunt leren kennen in een nieuwe Call of Duty, of dat nu World War 2 is of de volgende dag uitkomt. Je kunt altijd deze methode gebruiken om de mappen te leren kennen en ook een beetje voor de spawnplekken en natuurlijk ook voor het wapengevoel te krijgen wat je verlangt. Dat was voor deze week, hopelijk hier een beetje van genoten. Vergeet me zeker niet te volgen op Facebook, Twitter en op YouTube. En tot de volgende keer.